Waarom wilde jij vandaag eigenlijk hier afspreken? Nou, het gaat over hypotheken en daar heb je boerenverstand voor nodig. Ja. Nou, een huis, dat is de allergrootste uitgave die je in je hele leven doet. En de meeste mensen kunnen dan niet om een hypotheek heen. Maar er zitten allerlei addertjes onder het gras. En als je niet uitkijkt, betaal je duizenden euro's te veel. En daar wilde ik het over hebben. Stel, ik heb al een hypotheek. Hoe zorg ik er dan voor dat ik niet te veel betaal? Ja, nou, de hypotheekrente is nu historisch laag. Dus daar kun je van profiteren door je hypotheek over te sluiten naar een andere met een lagere rente. Bij je eigen bank of bij een andere bank. Ja. En de meeste mensen betalen ook een soort opslag voor het risico dat de bank weer loopt. Het kan best zijn dat je recht hebt op een lagere risicoopslag. Dus ook dat kun je proberen te verlagen. Zeg, jij wou toch eigenlijk altijd al een keer trekker rijden? Ja! We gaan even slippen daar zo. Zeker. Je hebt talent. Ja, ik denk dat ik mijn volgende auto al weet. Hey, maar even, dat oversluiten van zo'n hypotheek, hoe werkt dat? Ja, nou, de meeste mensen hebben natuurlijk een hypotheek voor een aantal jaar vastgezet. Maar je kunt ook eerder naar een lagere rente overstappen. Maar dan moet je wel weer een boeterente betalen aan de bank. En waarom zou je dat dan doen? Ja, omdat de rente die je in de jaren daarna betaalt natuurlijk een stuk lager is. Dus uiteindelijk, als je het allemaal bij elkaar optelt, is het natuurlijk goedkoper om over te stappen. En die boete is ook aftrekbaar van de belastingen. En overigens, als je gaat verhuizen, dan hoef je die boete helemaal niet te betalen. En loop je nou de kans dat je hierbij wordt uitgemolken? Nou, ik vind wel dat voor kleine aanpassingen je soms echt nog wel flink op kosten wordt gejaagd. Hè, bijvoorbeeld als je voor een kleine verbouwing je hypotheek een beetje wilt ophogen, dan kunnen banken het nog wel eens verplicht stellen om een advies aan te vragen voor eigenlijk een simpele handeling. Nou, de ene bank, bijvoorbeeld de Lloyds Bank, die doet dat gratis. Maar Nationale Nederlanden vraagt daar bijna 1500 euro voor, dus dat scheelt nogal. Dus wie een hypotheek wil afsluiten, die moet niet alleen maar naar de lage rente kijken, die moet ook kijken naar bijkomende kosten als je bijvoorbeeld kleine aanpassingen aan je hypotheek wil doen. Dus dat is iets waar je echt goed op moet doorvragen. Zullen we nog een rondje? Ja! Ja? Oh, ik deze keer rij ik. Oké. Okay. Makkie. Ja, joh. Oh, ja! Ja, Proost. Proost. Je had het eerder over risicoopslag, dat je daarop ook kan besparen. Hoe zit dat precies? Ja, banken lopen natuurlijk een bepaald risico dat je ooit een hypotheek misschien niet kunt terugbetalen. En daarom rekenen ze een extra risicoopslag bovenop de hypotheekrente. Maar het kan natuurlijk zijn dat na verloop van tijd dat risico lager wordt. Bijvoorbeeld omdat je een deel van je hypotheek aflost of omdat je huis meer waard wordt. En dan kunnen dus ook die risicoopslagen omlaag. Nu moet je daar als consument meestal zelf om vragen. En wij vinden dat banken dat automatisch zouden moeten doen. Want die weten natuurlijk wanneer jij geld hebt afgelost. Dus dat zou wel zo ver zijn. Wil je voorkomen dat je ook wordt uitgemolken? Kijk dan op de website.